Zo, goedemiddag dan allemaal. Daar ben je dan weer bij Fermate. En Fermate, dat is meer voor de wat oudere jeugd. Ik heb Randy bij mij. Ik zie aan de andere kant van de camera, daar niet achter, maar die ziet er ons. Die kunnen we met kijken. En helemaal ziet natuurlijk erachter. Ger is binnen, maar zonder rood blusje. Maar ja, dan kreeg je de baas binnen. Hè. Dan mag je komen wanneer hij gewoon Batsen, die zal ook komen. Maar ja, je weet Batsen nog wel. Hè. Maar in ieder geval, we hebben een leuke middag hier. Je ziet hoe druk af het is. Nou, eerlijk, volgens mij werd het met je drukker. Ik heb vorig jaar ben ik hier geweest. Nou, 10 verkleed. Ja, en ook kijkt wat er allemaal verkleed zit. Want die moeten ze allemaal naar Ruud kiezen. Want het werd de mooiste ook nog verkleed. Ik zag net dat wat meisjes komen van de Gleumskoevers. Dus er werd nog gedanst. De straatklinkers die bent er, ja ook niet de mensen uit Zwolle. Dan heb ik nog gezien een mooie dames zanggroep, allemaal met die mooie blauwe pruiken op. Allemaal van die Nederlandse liedjes gewoon die zingen, maar dat zien we straks allemaal terug op de film. Want ik denk dat Randy dat allemaal weer giet monteren. En afgelopen filmpjes hebben gezien, dan is het hartstikke mooi. Maar we gaan eerst even naar binnen toe. Gaan we kijken hoe druk of het is. Ik hoor hier de muziek al, helemaal niet dan. Hoor je hem ook, hè? Hartstikke mooi. Nou, kom maar, dan gaan we naar binnen. Senior carnaval hadden we hier bij Fermate. De Oelewapens georganiseerd. Ja, super, super geregeld. En volgend jaar weer. Ja, mooi optredens. Jette van de Toiletten was er ook weer bij. Hartstikke fijn. Dus de Zwolse straatklinkers aan. De hoge Zwolse broek erbij. De blauwe Zwolse zingers allemaal nog. Zwolse, ja? Ja, we moeten wel oefenen op die naam nou, hè? We gaan ook voor het eerst, hè? Ja, daarom. Eerst optreden. Helemaal maar goed. Maar het is wel hartstikke goed. Leuk. En hoogheid, Prins Daan, wat vond u ervan? Ja, Prins Daan. Ja, ik vond mijn eerste keer onvergetelijk. Praatje maken met de mensen. Iedereen keurig uitgedost en echt een stinkende best gedaan. Hij heeft helemaal geen praatje met mensen gemaakt. Ik ga nog even een toespraakje houden, als het mag, van de voorzitter. Ik ben hier opgegroeid. En dat is met ook. Uit de Bach, naar uit Lassenstraat. Nu een Corellistraat heb ik gegeten. En weer terug in Holtenbroek. En ja, dit is het hart van onze wijk. Ik heb hier mijn eerste visje gevangen in de Wapenvijver. Ik heb hier mijn eerste schaatsen heb ik hier leren van mijn oudste broer. Maar de organisatie van Agnes, Willeke en Birgit. Petje af, groot complimenten. Echt één groot feest. Super, grote klasse. Ja, ja. Meer kunnen wij niet zeggen. Nee, niks meer aan toe te voegen. Einde oefening. Hartstikke goed. Dankjewel.